De oude toren uit Puiflijk, die dateert uit 1420, staat midden in het dorp op een terp en kan gerestaureerd gaan worden. De stichting De Oude Toren staat te trappelen om na ruim 6 jaar na oudhoudkundig flora, fauna en bouwtechnische onderzoeken de toren met allerlei activiteiten weer een klinkend hart van de Puiflijkse samenleving te laten worden. De gemeente Druten heeft een bedrag van bijna 3 ton hiervoor vrijgemaakt. Geen subsidie, maar er worden restauratiewerkzaamheden uitgevoerd en de opdrachtgever, de formele opdrachtgever, is de gemeente Druten. En dat betekent dus dat de toren gerestaureerd wordt. Veel werkzaamheden zitten aan de buitenkant. Hij komt helemaal in de stijgers te staan. Er zit veel voegwerk in en stenen moeten vervangen worden. En je moet vooral aan de buitenkant heel erg goed zijn. En dat is dus de taak van de gemeente om dat voor elkaar te krijgen. Ook in de toren wordt door de gemeente verbeteringen aangebracht. Onder andere worden de vloeren er weer ingelegd, zodat er 2 verdiepingen ontstaan. Daardoor kan de stichting er verschillende kleinschalige activiteiten gaan faciliteren. Klein concertje voor een man of 20, 25. En ook, daar kunnen ook mensen boven van genieten. Dus aan zulke activiteiten moet je denken als we het hebben over de toren. Ook de omgeving van de toren, de terp, wordt aangepakt. Ja, de terp heeft ook wel wat achterstallig onderhoud. En ook daarvoor komen maatregelen. We hebben een goed plan waardoor bijvoorbeeld de contouren van de kerk weer helemaal goed zichtbaar zijn. Waar we nu op staan, zeg maar. En dat ook voor minder validen de terp ook toegankelijk is en de toren ook toegankelijk is. Dus een rolstoeltoegang is er ook in voorzien. Dat geeft mogelijkheden voor jong en oud om te gaan gebruiken. Naast de stichting zelf zijn er verschillende mensen die al met ideeën de stichting hebben benaderd. Nou, het ene idee buitelde over het andere. En dat gaat dan over activiteiten, speelactiviteiten voor kinderen rond de toren, voor volwassenen, een picknick. En je kunt zo gek niet bedenken, gigantisch veel ideeën. En die groep die wil straks in en om de toren van alles organiseren voor jong en oud. Heel nadrukkelijk voor allebei de categorieën, voor de heel Puiflijk en omliggende wijk. Denk aan Druten-Zuid natuurlijk. En wanneer is de verwachting dat het gerealiseerd zal zijn? Dat wordt dus najaar voordat we kunnen beginnen, want we moeten natuurlijk nog gaan aanbesteden. Dus het wordt eind van dit jaar, begin volgend jaar, dat de werkzaamheden daadwerkelijk kunnen starten. Ja, de toren is letterlijk bijna het hart van Puiflijk. Alleen, het staat er maar te staan. Dus het wordt straks een levend hart, kloppend hart van Puiflijk.